Babyphones kunnen heel handig zijn voor jonge ouders die graag nog even hun kindje in toog houden wanneer die al is gaan slapen. En tegenwoordig heb je ook babyphones die hun beelden doorsturen via internet, zodat je daar via een app op je smartphone aan kunt en die ook kunt bedienen. Heel handig allemaal. Alleen, ze zijn lang niet allemaal even veilig. Onze privacy-expert Maarten de Bakker is er komen bij zitten. Maarten, jij kan ons uitleggen waar je allemaal op moet letten, opdat mensen met vieze bedoelingen dat daar je toestel niet gaan hacken. Allereerst, wat zijn problemen die we hier ontdekt hebben? Ja, we hebben heel veel problemen vastgesteld. Dus bij de 10 babyphones die we getest hebben, hebben we maar liefst 55 kwetsbaarheden vastgesteld. En dat is? Dus dat zijn mogelijke privacy- of veiligheidslekken. 55 op 10, dat is veel. Ja, dat is heel veel. Die drie waren heel slecht. Mm-hmm. Dus daar hebben we kritische kwetsbaarheden vastgesteld. Dus dat betekent dat een hacker eigenlijk vrij gemakkelijk toegang zou kunnen krijgen tot gevoelige informatie. Oké, welke dan? De meest opvallende is deze hier van Victor. Die hebben we gekocht op AliExpress, maar is ook verkrijgbaar bij Fnac bijvoorbeeld. En het grote probleem is dat niet alleen de ouders kunnen meekijken met de beelden van die camera, maar eigenlijk eender wie van gelijkwaarde. Dus met andere woorden, iemand kan zomaar die videostream onderscheppen. Oké, en welke zijn er dan nog? Want je zei er drie. Ja, ook nog de OneView Q6, maar die is nog in het labo. Maar ook deze hier van Hubble, die hebben we op Amazon gekocht. Die heeft een gelijkaardig probleem. En hier zou een hacker ook van op afstand de instellingen kunnen wijzigen. Waarschijnlijk zou die ook de videostream kunnen bekijken. Maar daar hebben we, zover zijn we niet gegaan, daar hebben we niet getest in het labo. Bij deze hebben we dat effectief kunnen aantonen. Ja, dat zijn toch heel ernstige problemen, dat iemand van op afstand mee kan kijken. Ja, klopt. We hebben ook wel nog andere problemen vastgesteld. Zo wat betreft de encryptie, dus vaak hebben we onversleutelde communicatie gezien. En ook het wachtwoordbeleid van fabrikanten, dus ze laten soms te makkelijke wachtwoorden toe, zoals 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn zaken die het hackers eigenlijk heel gemakkelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde informatie. Ja, stel dat je nu één van die drie in huis hebt. Ja, als je privacy belangrijk vindt, dan zou ik zeggen, koop die niet. Gooi die weg. Ja, dat is duidelijk. Oké, ja, je hebt er 10 getest. Zitten er alsjeblieft ook nog goede tussen? Ja, er zijn gelukkig ook goede. Gelukkig. Bij de, ja, laten we zeggen, de meer bekende merken, toch in de branche van de babyphones, zijn er goede. Dus bijvoorbeeld van Philips, Alecto en Luvion. Dus die hebben ook wel problemen, maar als die er al zijn, dan zijn die minder ernstig. Mm-hmm. Dus het probleem zit vooral bij onbekende merken, merkloze producten, ja, misschien. Mm-hmm. Ja, en die vind je dan vooral op de grote online marktplaatsen zoals AliExpress of Amazon of Wish.com. En ja, een bijkomend probleem is dat je op die marktplaatsen vaak dezelfde slechte producten vindt, maar dan onder een andere merknaam. Dus als er een kwetsbaarheid is, bijvoorbeeld in dit product, dan is de kans groot dat bij een gelijkaardig product ook diezelfde kwetsbaarheid is. Mm-hmm. Dus mogelijk is die kwetsbaarheid van toepassing op vele duizenden producten. Ja. Het is niet alleen een probleem van enkel één product. Dus blijf bij die bekende merken. Dat is een tip. Heb je nog tips voor mensen die dat allemaal op een veilige manier willen doen? Ja, dus sowieso is het natuurlijk aan de fabrikant om problemen te vermijden. En als die kan problemen oplossen via software update. Dus als je melding krijgt dat er een update is, dan moet je die zo snel mogelijk installeren. Maar daarnaast kan je nog wel andere dingen doen. Ik denk aan twee zaken. Enerzijds wachtwoorden. Dus sommige fabrikanten laten wel toe om zwakke wachtwoorden in te stellen, maar wees zelf slimmer. En gebruik sterke wachtwoorden. Het gaat dan om een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens en bij voorkeur toch minstens 10 à 12 karakters. Ook het wachtwoord van je wifi-netwerk is heel belangrijk, want als iemand op je netwerk geraakt, kan die heel makkelijk toegang krijgen tot de toestellen die daarmee verbonden zijn. Ja, alles, niet alleen die babyphones. Ja, voilà, klopt, ook andere toestellen. En als je de app gebruikt van zo'n babyphone, als je niet thuis bent, doe dat dan bij voorkeur via het 4G-netwerk van je smartphone. En niet via een vaak gratis openbaar wifi-netwerk, want die zijn vaak onveilig. Ja, en dus kunnen die ook gehackt worden. Oké, dat waren al heel goede tips. Nog meer tips over hoe je een veilig thuisnetwerk kan installeren, vind je op onze website.